ik jou zag en jij naar me keek. Dat ene moment had ik nooit gekend, wist niet dat het bestond. Het maakte me maar boeien, het liet me niet gaan. Naast je staan en raakte je aan, toen ben jij weggegaan. Dat ik wat zeggen kon, was jij alweer weg. Nu denk ik aan jou elke dag, het ene moment dat ik je zag. Wat ik heb gekend, vergeet ik nooit meer. Ik hoop dat ik jou nog een keer ontmoet. Al zeg je dan niets, ik heb dan toch iets, dat ene moment. Ik zeg, oeh!
geschud. Oeren taap, want ze hadden van de motorcross gehoord. Langzaam rijden, dat deden ze nooit. Daar vonden ze toch maar tuit verknoot. Bert is op zijn auto en Tien is op de BSA. Naar de motocross op het Engelse zand. De hoender en de vrouw luist over aan de kant. Bert is op zijn auto en Tien is op de BSA. Ze gingen oerend hard, want dan waren ze eerder thuis. Ze hadden allerbest een klein gehad. Ze waren allebei een heel klein beetje hun zaad. Een bed is op zijn auto en Tien is op de BSA. Op zijn auto en Tien is op de BSA. Ze gingen oerend hard. Ze gingen oerend hard. Goedemorgen, we zijn hier in Haarskamp weer vertrokken. Morgen, ja. Ja, je bent niet goed overheen, geloof ik, hè? Ja, ging wel hard. Ja, we hebben wel lekker gereden. De baan is wel moeilijk. Ja. Veel harde catches, maar goed ritme. Ja. Ging goed. Leuk om in de buurt te rijden ook. Ja, waar kom je zelf vandaan? Bennekom. Oh, Bennekom. Mooi, okay. Lekker dichtbij. Thuiswedstrijd. Ja, thuiswedstrijd. Hoe was je naam ook alweer? Ik kon er net niet staan. Danny Leur. Oké. En je rijdt met een rotgebroken, of niet? Ja, klopt. Met een endurootje. 2 jaar geleden valpartijtje gehad, polsgebroken. 2 jaar niet gereden eigenlijk. Heel weinig. En vandaag weer lekker even achter start, hè? Ja. Ah, goed begin zo. Ja, leuk, veel plezier. Ik kon hier niet bijhouden, zeg ik, hè? Nee, er ging er eentje rechts op het bos in gelijk, de tweede bocht. Ja. En daar kon ik van profiteren, het had een vrije baan. En ik heb het tempo nog wel van 2 jaar geleden, alleen de conditie niet meer. Dus nee, logisch, maar kom mooi in het begin een gat slaan en lekker uitrijden. Ja, maar het ging goed, hoor. Ja. Nou, lekker met een half trootje, wat je al zei. Ja. En, ja, dat is toch anders, is toch anders, ja. Ja, andere versnelling, dus het komt een beetje moeilijk uit soms, maar ja. Wel leuk. Okay. Ja. Hey, succes in de tweede match in ieder geval. Ja, dankjewel. Nee, dan weer move the ball. Ja, exact. But we don't do it because last year 85, now they are driving the MX2. Yeah. They are too small, too young, and we try to do like this. Thank you. Yes? I think it's good. But I like it how you talk, my problems. And, no. But we are thinking about make for everyone nice, but they are too small. Yeah. They're very fast. Exactly, they're really, really fast. When you see their lap times, they are going 2 seconds down, 3, 4, and after 15 minutes, they have no power anymore. So I think it's important to make a safe race also. Oh, okay. So it's good. We like this. We like it. Leuk, hè? We hebben elkaar wel gevonden, geloof ik, hè? Goed zo. Even in je leven, hè? We zijn goed bezig. Ja, genoeg, hè? Ja, perfect. Bedankt. Jij mag blijven. Nou, een balletje, maar ja. Ja, bedoel, dat zien we je ook wel. Ja.